we dus weer in Den Helder en weliswaar in het huis van onze Mary. Ja, en ze heeft een heel lief vogeltje in die kooi zitten, daar achter jullie. Voor mij en achter jullie, ja. Oh, ze gaat hem pakken ook nog. Pim, kom maar. Kom. Kom dan. Kom dan. Kom maar, ik heb gezien. Nou, Pim, kom op. Kom dan. Pim. Nou, kijk nou, wat lief. Hallo. Een trammelmond, broer. Hallo dan. Hallo dan. Hallo dan. Een kusje. Ja, meer een kusje. Een koekie. Wat is dit een koekie? Praat hij ook of? Ja, soms. Soms. Wat is dit een koekie? Wanneer die zin heeft. Nou, ga even zitten dan. Oh, lief. Wat, die drinkt koffie zo meteen. Koffie in een koekje, hè? Ja. Van een koffie met een koekje. Moet je maar opmaken zo. Haal dat uit mijn mond vandaan. Zo erg. Hij denkt ook, ik word gefilmd, ik wil niet. Nee. Ach, Gosje. Ah, wat lief. Wat gek. Geweldig. Nou, wat lief dan. Maar ze doen dan ook met elkaar, hè? Nou, lief toch, lieve vrienden. Ja, daar doe je het voor, hè? Of niet dan, Mary? Ja. Die hebben vanaf de jongste vangen. Maar oké. We zijn gezellig een heel groot blok om geweest. Ik heb de wens van mezelf en van mijn vader en van mijn mannetje ingewilligd. Ja, en dat was een grote keten. Ik zou dat altijd nog met mijn mannetje gedaan hebben. En dat is er nooit van gekomen. En nou, ja, gelukkig konden erbij komen. Vroeger was het namelijk niet zo danig aangelegen. Het paviljoen op zich is niks veranderd. Maar er waren niet van die oprijplaten of wat dan ook helemaal tot aan het paviljoen, zodat je er keurig netjes dat terras op kon rijden. Dat was er niet. Dat een trappetje en alles. Nou kon je er zo op rijden. Dus ja, ik vond het geweldig. Ik heb genoten en dankjewel, Mary. Is goed, hoor. Is goed, hoor. We gaan er morgen het abonneren in de ronde. Nou, jullie horen het. Bij ons, als ons lichaam het wil, dan gaan we morgen het Amstelmeer. Ja. Amstelmeer in de ronde. Dus ja. Met de booster. Met de booster. Dus komt niet een bus of een vrachtwagen of niks aan te pas. Nee, zelfstandig rijden. Ja. Dus het komt allemaal wel goed als ons lichaam het ook doet. Toch? Ja. Ja. Doe het lichaam het niet? Nou ja, dan hebben we pech. Gaan we aan de koffie zitten. Gewoon. Ik heb daar toch. Kilometer gereden. Zij heeft totaal 80 kilometer gereden. Ik niet toch? Nee, ik veel minder. Dit ritje, hoe lang was dit? Lang geen 80. Nee, dus met 80 kilometer. Met Amstelmeer erbij, hè? Oh, zij heeft van de week ook het Amstelmeer gereden. En dat erbij is 80 kilometer. Dus ja, we zullen het beleven. En ja, het komt allemaal wel weer goed.
Lieve vrienden, ik ga nou sluiten. Als ik straks thuis ben, dan kom ik dan wel weer even retour. Ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Zoals jullie wel licht zien. Ik kon gelijk aan het werk dat ik thuis kwam. Maar daar kon Frode niks te doen. Beestje had overgegeven op de bank, op zijn eigen laken. Maar ja, dat gaat toch er doorheen. Dus ik kon aan het boeren dat, ja... Ik denk last van het weer of zo, maar ja. Oh godje, je bent een lieve schat. Kan jij niks aan doen? Nee hoor. Hé, ja, wat vrouwt je zo lang weg. Ho, je doet me zeer. Zo. Ga maar lekker liggen, man. Maar in ieder geval, het is allemaal weer netjes en schoon. Dus komt goed, ja hoor. En het was niet heel veel, het was maar een beetje. En ja, ik heb toch wel genoten, ondanks dat ik back en back af ben. En thuis ook nog wel een hoop te doen heb. En vanmorgen wilden ze dan een ritje om het Amstelmeer heen. Oh. Aan de ene kant zeg ik, oh, een ander heer. Want om alles... Zoals ik me nu voel, zeg ik een andere keer. Ja, maar ik heb nog heel avond te gaan, et cetera. Ik moet de camera leeghalen, ik moet de GoPro leeghalen. Want ik heb nou dus vandaag een heleboel op de film. Ja, en dan moet ik nog een vlog die ik al op mijn pc heb staan, moet ik nog renderen. Er staan al een paar weer klaar om te renderen. En die kunnen dan weer naar YouTube. En dan krijg ik druk, ja. En ik ben back af, dat ik ga lekker een bakje koffie doen, een broodje doen, want ik heb ook zin in wat. En een beetje even weer verwennen. En dan zeg ik, tot later. Ik zou zeggen, geniet nog van de dag, want het is prachtig mooi weer. Ik ga beginnen mijn vest uit te doen, ja, want ik heb het warm. Ik zou zeggen, tot later, lieve vrienden. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, zoals jullie weten, het is donker zonder extra verlichting erbij. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, ik zit al een beetje bij te draaien, dat ik licht krijg op me. Maar ja, zo'n beetje. Niks aan te doen, maar ik wil jullie wel allemaal een hele fijne avond verder toewensen. Het is 9:30, 21:32, dus een hele fijne avond allemaal. Geniet ervan, met hetgeen wat jullie doen. Voor vanavond later welterusten, slaap lekker. Met mooie dromen. En gezond weer op. En morgen een hele liefdevolle, fijne paaszondag. Frodo is nou buiten, dus die kan jullie nou niet zien. Eeuwen die zit daar op de troon. Ik weet niet of jullie die zien zonder licht. Maar dat doet er allemaal niet toe. Ze zijn in ieder geval verder binnen. Op Frodo na. Maar die komt zo toch weer binnen. En wij gaan morgen, zoals het er nu voor staat, weer on tour. Samen met Mary. Een rondje Amstelmeer. Ja. Nou, ik weet het niet. Het zal. Kijk, daar komt meneertje Frodo aan. Die wilt naar binnen. Hé, kerel, kom maar, goed zo. Nou draaien we hem even om, anders kan ik niks beginnen met Frodo, want ik ben rechts. Goed zo, grote jongen, grote jongen. Hé, ja, hij is lief. Hij is zo lief vandaag. Ook nadat ik thuis kwam, hij is zo lief, hé, ja. Maar oké, geniet maar van jullie avond en graag tot morgen. Doei, doei.